Yo mensen, welkom in die video. Mijn naam is Bas en vandaag te uitleggen om te doen OBS. Dit heb ik 1 mei ook gedaan voor de beste stream settings. Vandaag gaan we doen voor een alert in te krijgen. Je weet toch van die subscribers of donaties alert, dat soort dingen. Dat gaan we nu doen. We hebben hier OBS in beeld zoals je ziet. Maar dat hebben we nu even nog niet nodig. We gaan nu, denk ik, dit weg. Dan zien we hier Streamlabs. Je kan met Streamlabs en TypeStream doen. Ik ga het allebei laten zien. Je logt in. Logt in met YouTube. Je kan het ook via Twitch doen. Het is precies hetzelfde. Dan klik je op je account. Zo. Toestaan. Dan krijgen ze toegang tot je account. Maar dat is voor de rest niet heel erg. Dan zie je hier. Ja. Allemaal dingetjes. Dan ga je naar een alertbox. Dat zit meestal bij Witcats. Dus normaal zie je, denk ik, dit. Ja, zoiets, ja. Klik je op Witcats. Alertbox. Dan laat ik dit even inladen. Dan zie je hier allemaal verschillende soorten dingetjes. Je kan hier aanklikken van wat je wilt. Sponsors, superchats, merch en donations. Donaties dus. Je klikt dan bijvoorbeeld subscriber, dus dan doe je alles uit. Dan klik je op copy. Dan ga je naar je OBS toe. Dan ga je naar hier, bijvoorbeeld naar je bronnen. De meeste mensen hebben hier bijvoorbeeld stream staan of wat dan ook. En dan ga je naar browser. Het kan zijn dat hier dat in jouw beeldscherm of jouw OBS anders eruit ziet. Dan klikt op browser, oké. Dan laat hij een dingetje in. Hier moet je een website in doen. Je doet zich gewoon de link in die je gekopieerd hebt. Hier zo. Dus dit. Dan ga je weer naar OBS. Dan klik je op oké. Dan komt er dit vlakje komt tevoorschijn. Dan zet ik ze naast elkaar. En ik klik op test subscriber. Dan zie je dat hij hier. Zie je dat hij in beeld komt. Maar je kijkt. Je kan natuurlijk. Dit is natuurlijk standaard. Dat je gewoon zo ziet. Ja, oké, prima. Dat kan je natuurlijk allemaal aanpassen. Subscribers. En dan kan je hier de image. Dat doen. Je kan bijvoorbeeld ook allemaal andere soorten dingetjes doen. Bijvoorbeeld van die bewegende inschrijfdingetjes. Maar dat zou ik niet in Streamlabs doen. Maar dat zou ik in TypeStream doen. Dit gebruik ik eigenlijk voor donaties. Zelf doe ik dat nooit. Ik heb het gewoon ingesteld staan voor als het een keer te pas komt. Maar ja. Dus als jij het gemakkelijker wil doen, niet al te moeilijk, doe je gewoon dit. Dan kan je donations, sponsors, dan krijg je die allemaal tegelijk. Nou ja, je kan het ook anders doen. We gaan bijvoorbeeld nu even naar TypeStream. Hier heb je TypeStream. Als ik klik op start, dan zegt hij weer connect met YouTube, bla 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 bla. Voor elk ding is het in principe hetzelfde. Maar wij doen connect met YouTube. Dan gaat hij me je account vragen. Dan doen wij oké. Je gaat naar TypeStream. Je ziet hier TypeStream. Wil je het op een gemakkelijke manier doen, ga je naar alertbox en followers. Dan zie je gewoon een katje. En dan kan je allemaal verschillende soorten van animatie, soort van video's doen. Hier zie je allemaal icoontjes, video's, my files, bla bla bla. Je kan bijvoorbeeld ook één uploaden als je zelf één gemaakt hebt. Maar dat willen we natuurlijk niet. We willen zo'n bewegend dingetje hebben. Je gaat naar. Als jij met iets anders wilt, ga je naar alertbox versie 2. Je ziet hier alertbox nummer 1, alertbox nummer 1, alertbox nummer 2. Dan ga je naar create box. Gaat hij een boxje maken. Dat is allemaal green screen. Zoals je al ziet. Dan doe je wat met je uit. Bijvoorbeeld hier staat nu donated nice stream. Je kan bijvoorbeeld ook hier een rood vlakje doen. Zo. En dan kan je die een beetje shapen. En dan. Hier kan je zeggen van slide from left. Dus dan kunnen we doen. Zo, dat is from left slides. En dan kan je bijvoorbeeld hier intypen. Donated, subscribed. Van alles en nog wat. Zelf heb ik er één ingesteld staan. Ik zal eventjes kijken welke het ook weer was. Alertbox 2. Ik heb zelf. Heb ik dit gemaakt. Hoppa. Dan komt dan. Een beetje bovenin je scherm. Ik zal dat laten zien. Je klikt op launch. Dan klik je op die link. elke keer als jij hem aanpast, dus dit dingetje aanpast met bijvoorbeeld een nieuwe beweging of wat dan ook, dan moet je die opnieuw instellen. Ga je naar OBS, klik je op browser. Nu maak je browser 2 aan. Je kan natuurlijk alles noemen, ik doe gewoon altijd normaal. En dan klik je de link in en dan komt er weer zo'n vlakje in te komen. Ik doe hem dan een beetje hier. Dan ga je naar Simulate Alerts. Klik je donations, doe je voor €1. En dan zie je dat hier in beeld komt. Ik zal hem even wat vergroten voor jullie. En dan snel eventjes hier opklikken. €50. Dan zie je hem zo inkomen. Je kan natuurlijk van alles ermee doen. Maar dit is een beetje de simpele manier om dat te doen. Wil je het op z'n aller simpel doen, doe je via Streamlabs gewoon een linkje in knallen. Dat je onder je webcam een klaar is case. Dat is het eigenlijk. Ja. En voor de rest, ja. Stel alles goed in. Bijvoorbeeld als jij donaties doet en subscribers bij, dan zal ik niet, zeg maar, allebei hetzelfde programma doen. Want bijvoorbeeld, jij krijgt een donatie en subscriber doet, dan hoor je allebei zo'n toontje. Dan zal ik bij Streamlabs zal ik donaties doen. Tenminste, dat is mijn persoonlijk iets. En bij TypeStream zal ik gewoon subscribers of weet ik hoe je het noemt, abonnees doen. Nou, mensen, vond je deze tutorial nuttig? Geef natuurlijk een like, abonneer je beneden en check meer video's die elke week of elke maand of weet ik veel wanneer geüpload worden. Oh ja, en neem nooit op tijdens hitte van 70 graden. Bye.